Ik ga het hebben over soorten en maten. En die worden hier gesymboliseerd. Als botanicus in de duinen van Wassenaar zou ik neerknielen voor dat bruinige op de ondergrond wat 1, 2, 3 centimeter hooguit boven de grond komt. Maar zou ik nu gewapend met een verrekijker, waar ik helemaal niet meer over weg kan, naar dat buitenduin toe gaan en dan zeewaarts kijken, dan zou ik misschien een ander soort biodiversiteit te zien krijgen. In dit geval dus een walvis, de bultrug. Deze is namelijk ook bij Wassenaar in zee gezien. Dus het kan vlak bij elkaar liggen. Dit als symbool voor de referentiebeelden en dan gelijk de aanleiding. Tijdens een excursie van de plantensociologische kring was ik op weg naar Friesland toen ik een lift kreeg van Jacob Ruiter. En die zei, ken jij het boek Natuuramnesie? Ik zeg, nee, nou dat zegt, moet je beslist lezen. Nou, ik was opgegroeid zoals de ouderen onder ons in het algemeen met wilde planten van Westhoff en consorten. En toen ik dat boek van Mark Argelo las, dacht ik van, hé, dit lijkt een beetje over een andere planeet te gaan. Ze hadden ook wel verschillende tijden waar ze naar terug verlangden. Wilde planten verheerlijkt het midden van de 19e eeuw. Dit was het gezegende oord waar behalve de aardappeleters van Vincent van Gogh ook, en dan krijgt een aantal botanische heerlijkheden voorkwamen, dus levende tijd van Van Gogh, waar ze in Brabant waarschijnlijk een beetje anders over denken. Goed, maar Mark Argelo, de voorplaat is een beetje misleidend. Het gaat namelijk niet over boerenland met kieviten en ooievaars, maar het gaat om grote zoogdieren die niet meer onder ons zijn. Om nou het begrip amnesie even duidelijk te maken in florencontext, heb ik hier twee vragen. En wie het antwoord weet mag het roepen. Wie ondertekende de stichtingsakte van Floron bij de notaris? Wie weet dat? Wie? Heel goed. Wie dacht dat ook? Goed. Wie was de eerste voorzitter van Floron? Heel goed. Wie dacht dat ook? Goed. Dat is dus een duidelijk voorbeeld van amnesie. Voor ik verder ga met mijn verhaal wil ik nog even een lansje breken voor de referentie van Mark Argelo. Ik denk dat die voorliefde voor hele grote dieren waar hij naar verwijst, dat we dat kunnen illustreren met onze naaste verwanten, naaste chimpansee. Ze zijn dan allebei over even verwant. En samen zijn ze onderling nog nauw verwant. De bonobo's geven aan hoe een hippie-maatschappij eruit ziet. De chimpansees hoe een vechtmaatschappij, laten we zeggen een oorlogsmaatschappij, maar goed om het te actualiseren, een vechtmaatschappij eruit ziet. En we kunnen dus beide kanten uit, want we zijn dan allebei evenveel verwant. En na een aantal duizenden jaren vechtmaatschappij zou het misschien overwegend zijn om nu meer de kant van de hippie-maatschappij uit te gaan. Het grootste deel van dit millennium ligt nog voor ons. Hè? Over verwanten wil ik ook nog even de roek erbij halen. De roek, dat is zo'n probleemsoort die altijd scheidt op plekken waar we het niet kunnen gebruiken. Maar ik bedoel, mensen veroorzaken dat vaak wel zelf door ze weg te jagen op plekken waar het tot dan toe vrij scheiden was. En in de oude
ornithologische literatuur van de 19e eeuw kom je tegen een gezelschapskraai. In tegenstelling dus tot de individualistische zwarte kraai is dit een dier wat in groepen leeft. En wat dat betreft dus voor ons interessant om te kijken hoe is dat gedrag binnen die groepen. En de bonobos geldt er nog meer voor. Vandaar dat ik heb gezegd, ethologische literatuur zou veel breder in het onderwijspakket vertegenwoordigd moeten zijn. En dan denk ik natuurlijk aan de zeer toegankelijke werken van Frans de Waal. Goed, ook voor botanici aanbevolen. En nog een keer even terug. Ik realiseerde me wel een overeenkomst tussen wilde planten en de beesten die Mark Argelo zo betreedt. En dat is dat het om de zichtbare top, hoewel ja, toen er geen mensen waren, wie zagen de zichtbare top van de zoogdieren nog. Maar goed, het gaat om de zichtbare top van de biodiversiteit. En ja, dan krijg je dus de impliciete aanname in het natuurbeleid. Als het goed gaat met de top, gaat het goed met de basis. En ik moet zeggen, als ideologie vind ik dat op zijn minst verdacht. Het klinkt mij, ja, ik kan niet anders zeggen, een beetje neoliberaal. Ik bedoel, als ik nou denk aan zeearen en dat projecteer, dan denk ik op verdieners van miljoenen. En als ik aan het springstaartje denk, dan denk ik aan mensen die van minder dan een minimum, nou ja, moeten kijken of ze überhaupt kunnen rondkomen. Goed, dus als het goed gaat met de top, wil ik maar even hiermee illustreren, hoeft het nog niet goed te gaan met de basis. Je moet vooral oppassen voor, laten we zeggen, cosmetisch opleuken van de biodiversiteit. Nou kwam ik dit tegen. Dit is de prachtige samenvatting die in Trouw gegeven werd 9 jaar geleden. Naar aanleiding van een interview wat ik gaf over mijn onderzoek aan het Beekbergwoud. En wat zie je? Ze zijn op zoek naar een zwarte ooievaar en vinden hem zo zelfs. Want dat beest hoort er voor te komen. En daaronder zit een bioloog en ondanks de pijp en de baard schijnt het mij te moeten voorstellen. Want ik heb zitten mopperen van dat er planten worden laten we zeggen, tevoorschijn getoverd die helemaal niet in het woud voorkwamen. Goed, dat onderzoek daar vertel ik zo het een en ander van. Het andere wat op mijn weg kwam, mijn vrouw kocht een aandeel in de burgercoöperatie Land van Ons. Maar ja, ik ben een Radio Klassiek luisteraar, een beetje uit luiheid, want eigenlijk zou ik liever mijn eigen cd's moeten, maar ja, er moet ook een proefschrift worden gemaakt. Dus, daar kwam ik deze slogan tegen, Land van Ons, een burgercoöperatie die uitgeputte landbouwgrond opkoopt en er het landschap en de biodiversiteit herstelt. Nou, bij uitgeput dacht ik van, volgens mij is het meer landbouwgrond die aan obesitas leidt. Maar betrek je het op de biodiversiteit, ja, dan is de biodiversiteit natuurlijk redelijk uitgeput. Van Hans Turin heb ik begrepen dat er zo'n 30 soorten loopkevers zijn die het nog redden in die zogenaamde uitgeputte landbouwgrond. Waar ze van leven, ja, dat vraag ik me dan wel af. Maar dan de biodiversiteit herstelt. Nou, mijn eerste reactie van, oh, dat is natuurlijk weer de bekende bluf. Totdat ik zag dat een oude bekende van me, van de VU, daar adviseur is, Mattie Berg. Die wil ik in dat verband toch wel met ere noemen, is er net professor in geworden. Ik denk, het kon wel eens echt om relevante biodiversiteit gaan en die zit in de bodem. Goed, van onderaf dus. Als dat lukt, ja, dan zijn we echt een stuk verder. Nou, het Beekbergwoud. Dit is een van de 2 tekeningen die ervan bestaan. Uit een jaar dat er bijna geen open water meer was in het Beekbergwoud. En dat was een signaal voor de knotsgekke tekenaar Alexander Verhuul. Zoon van een amateur entomoloog, Quirijn Verhuul. En die is naar het woud gegaan
in de nazomer heeft deze tekening gemaakt. Zet dan Elze, dat is dus een els en een vogelkers. En dan slingert er zich nog wat omheen, dus dat zal wel een wilde kamperfoelie zijn. Dit was dus ons oerwoud. En ja, mijn proefschrift gaat onder andere over de oerwoudmythe. Want als je deze boom ziet, dan zijn die vertakkingen toch wel duidelijk door hakken ontstaan. Maar dat is wel gunstig geweest voor de biodiversiteit, vermoed ik. Die biodiversiteit, wat we ervan weten, is dat het in elk geval van redelijk klein tot groot gaat. Daar links heb je schriftmos voor de legenen onder ons. En dat is een van de kleinste dingen. Het zat hier trouwens op een veel dunner takje, want er staat dat hij op een elzentakje groeit. Op die manier hebben we dus ook nog wat DNA van de elzen die er stonden. Namelijk als substraat voor dit en in verrotte toestand nog als substraat van varentjes. Goed, maar die wolf is weer een ander verhaal. Dat is het eerste organisme wat uit het Beekbergwoud wordt vermeld. Alleen dat was na een periode van oorlog. En als je nu kijkt waar die wolven opduiken, dan begint het in Midden-Europa en breidt het zich als een golf naar West-Europa uit. En het kan dus zijn dat dit een invasief exoot is geweest. Daarna komen dan een paar bomen aan de buurt en daarna duurt het dan zo'n beetje tot de 19e eeuw voordat we iets verder van de biodiversiteit in het woud weten. Nou, het icoon is natuurlijk knikkend nagelkruid. Ik probeer er op het moment achter te komen of dat niet een graslandplant is die zich... Dat voornamelijk vanwege de rozetten en ook omdat het een behoorlijk lichtminnende soort is. Een graslandplant die zich na een grasfase goed handhaaft in een bos, zolang je het als hakhout beheert. Dat was hier het geval. Er is een collectie van dit ding van Wian Staring, de geoloog die ook botanisch behoorlijk onderlegd was en heeft dan... Op één dag is die in het Beekbergwoud geweest, vond een eendbes en dat stond in de schaduw op een 60 tot 80 jaar gestorven. En van knikkend nagelkruid zegt hij, dat stond in de volle zon. Dus goed, dat over knikkend nagelkruid. En als symbool dat dit een voorbeeld is van de lange traditie waar ook wilde planten in staat, dat biodiversiteit lang, in elk geval het beeld, voordat het woord bestond, in hoge mate en vooral in het kielzog van Victor Westhoff bestond uit planten. En zeker onder invloed van Westhoff bij natuurmonumenten is ook dat zeggen, het domineren van planten, en dan vooral vaatplanten in het beeld van biodiversiteit toch al lang overheersend geweest. Daarbij komt dat die ook wel trouwer aan hun plek zijn over het algemeen. Er is maar één die iets over vogels in de Beekbergwoud, 6 soorten, nou ja, het moeten natuurlijk veel meer geweest zijn. Maar waarom ijsvogel en nog een paar? Omdat hij daar als dominee een theologisch verhaal bij kan vertellen. Want ijsvogel en nachtegaal zijn het symbool van uit tegenover inwendige schoonheid. En dat is een beeld dat komt dan weer vandaan bij een andere dominee, Martinet van de Catechismus der Natuur. En dan verder zat er de raaf en er zat de roerdomp. En nou ja, en in de Bijbel lezen dat die in woeste terreinen voorkomen, verwoest en verlaten. Dus ja, dankzij de theologische betekenis weten we dus van 6 vogels. En dat is het. En de wolf was het enige zoogdier waarvan we met enige zeker of redelijk zeker weten dat hij daar gevonden is. Waarschijnlijk hebben er edelherten gezeten, wilde zwijnen. Alleen dat weten we alleen maar door indirecte aanwijzingen. En hier hebben we van de hele dierenwereld in het Beekbergwoud waarschijnlijk het belangrijkste organisme. En dat is een van de weinigen die ook verzameld is, namelijk door Snellen van Vollenhoven, een beroemde entomoloog uit de 19e eeuw.
Dat is de zingende steekmug, of ook wel bosmoerassteekmug. En die kwam er dus bij miljoenen voor. In het verhaal van Heldering staat ook de boswachter rookte een pijp, want op die manier kon je tenminste die enge beestjes, muggen en torren en zo, op afstand houden. En anders was je een ongelukkig mens in het woud. Maar behalve dat, als larve leeft hij in tijdelijke waterruimte. Dat is een belangrijk microbiotoop wat dus voorkwam in het Beekbergwoud. Want dat water steeg 's winters vaak tot een meter boven maaiveld. En dan bleven dus achter in holten en plasjes en zo. Dus dat was een ideaal biotoop voor deze mug. Want als larve komt hij uit op het moment van het droogvallen. Nou, die larfjes zijn waarschijnlijk het basisvoedsel geweest van stekelbaars. Stekelbaars zit nog steeds veel in die omgeving. En Westhoff geeft ook aan dat het een eeuw geleden dat er ook stekelbaarsjes zwommen. En hoewel we dus niks weten van de vissen in de tijd van het bestaande woud, durf ik toch wel aan dat de larve van die mug via de stekelbaars de ijsvogel heeft gevoerd. En het imago, zeg ik altijd, ja, het gezang van de nachtegaal, berust natuurlijk op het gezang van de zingende steekmug. Dus het is een gelaagd gezang geweest. Ja, en maar daar doe je het natuurlijk tegenwoordig voor. Het moet gelaagd zijn. De verzuchting van Snelle van Vollenhoven van jammer maar dat deze uitnemende vindplaats van zeldzaamheden zo weinig toegankelijk is, is gepubliceerd in het jaar dat het woud verkocht werd en dat ze met de sloop begonnen. Helaas. Het heeft niet mogen baten, maar toen hebben we een overzicht gemaakt van wat weet u nu van de biodiversiteit? Nou, dat zijn in totaal 264 soorten waarvan we redelijk zeker weten dat we die gezeten hebben, waarvan 216 via het herbarium zijn gedocumenteerd en iets meer dan de helft, 114, kennen we als bijvangst in het herbarium. Er wordt nog wel eens schamper gedaan over herbaria, maar dat we dus iets anders weten dan over planten, vogels en zoogdieren en een enkel insect, komt doordat we het uit de collectie kunnen halen. Er zit bijvoorbeeld een rozengalletje in en we kennen de bijbehorende wesp. Maar het belangrijkste zijn eigenlijk die kiezelwieren. En Barbara Gavendeel, die al bij het begin genoemd heeft, is op het idee gekomen om Herman van Dam in te schakelen om daarna te laten kijken. En die heeft weer samen met Adrienne Mertens, als ik haar naam goed uitspreek, dat geanalyseerd. En er komen dus zowaar 86 soorten uit het woud en dan nog uit de omgeving van het woud. Want Barbara had niet door dat het Beekbergenbroek niet het Beekbergenwoud was, maar het Beekbergenbroek is wel de plek waar een deel van het water vandaan komt. En dat was dus oligotroof, zuur water. En dat is allemaal van... Nee, dit is een andere bijvangst. Dat is stippelvaren, die zat op een vel met moerasvarens. Op een gegeven moment heeft waarschijnlijk Johan Jansen uit Malden, die de eerste revisor was van die varens, heeft erbij geschreven rechts A. Oriopt en links A. Tel. En dat was de tijd dat het allemaal nog Aspidium heette, of hetzelfde als tegenwoordig Trioptris. En daar zit een soort lijntje tussendoor. Dus dit is een bijvangst die er alleen maar door het doorgaan van alle herbariummateriaal, het was nooit gepubliceerd, eruit haalt. En dat is dus de zesde woudvaren, wijst op nat, zuur, oligotroof bosmilieu. En dan krijg je dus dit. Dat is een exemplaar van water 3 blad. En van dat aangroeisel daaraan, daar zijn ook, nou ik geloof dat er zeker 35 soorten van afkwamen, een paar nieuwe oude voor Nederland. En die gaven dus een duidelijke indruk van dat Beekbergenbroek, wat voor water er afsiepelde naar het Beekbergerwoud. Dus dat je daar allerlei mengmilieus kreeg. We wisten dat er ook reigers zat, dus je had ook guanotrofe milieus. We weten dat er op een gegeven moment in het diepste deel slangenwortel zat.
Dat is dus waar zuurwater en guanotroof water bij elkaar komt. Dus er zijn veel meer aanwijzingen hoe die vegetatie ook in elkaar heeft gezeten dan we vaak dachten. Goed, maar het hebben we afgevraagd. We hebben dus die microhabitats. Ik heb dat geprobeerd met dat plaatje aan te duiden. Die holletjes in die takvorken. Er zat in elk geval veel tijdelijke watertjes en die zijn goed bestudeerd. Dat heb ik uit een boek van Menno Schildhuizen, microtelmata. Dat zijn eigenlijk die dingen zoals bijvoorbeeld bij bekerenplanten, Nepenthes, wat er allemaal leeft in zo'n beker. Nou, dit is dus niet echt een orgaan van de plant, maar het kan toch op een gegeven moment als een soort van micromoerassig plekje groeien. En ik kan me dus bijvoorbeeld voorstellen dat daar vlookreefjes in zwommen. En dat er dus vervolgens weer holtediertjes zaten, hydroïdpoliepjes, die daar weer van leefden. Alleen dat weten we dus allemaal niet. En ik heb hier opgesomd, dit zijn allemaal villa en nog hogere indelingen. Waar we eigenlijk allemaal niets van weten. En dat zijn over het algemeen dus basale dingen. Het is de water en de bodem, dieren met name. En verder bijvoorbeeld de mycorrhiza schimmels weten ook helemaal niks van. Er waren wel paddenstoelen verzameld door Utewaal, maar dat is opgevreten in de begintijd van de botanische vereniging. Dus helaas, van de basis weten we eigenlijk nog niks. En dankzij die kiezelwieren weten we in elk geval wel weer het een en ander van de abiotiek. Goed. Kom ik terug met hoe zit het nu met de vertegenwoordiging van de verschillende groepen organismen, waarvan ik de informatie uit Nederlandse fauna deel 10 hartelijk aanbevolen. De biodiversiteit in Nederland, een prachtig overzicht uit 2010. Dan zie je dus van wat bijvoorbeeld in het boek Natuur in Nederland van Frank Berendsen wordt genoemd. Hoe dat verdeeld is. En dan zie je dus weer gewervelden en vaatplanten met stip bovenaan. Van zanden en consorten, de ontdekking van de natuur. Nog meer met stip bovenaan, maar ze zeggen daar wel, die auteurs. Het is het zichtbare topje van de ijsberg. En het gaat voorbij in de sleutelrol die gewervelden en vaatplanten spelen. Hier nog even wat van die bodemorganismen en dus de tendens dat hoe kleiner het filum, hoe beter het bekend is, globaal gezegd. En die fundamentele bodembiodiversiteit, ja. Er wordt gelukkig wel aan gewerkt hoor. Ik heb hier even een paar publicaties gezet die ik aanbeveel voor mensen. Stel dat jullie nu punt 1 ofwel de vaatplanten gewoon spuugzat zijn. Vanwege bijvoorbeeld al die invasieve exoten. Het zij dat jullie nog meer willen, dat jullie helemaal de smaak te pakken hebben gekregen voor biodiversiteit. Dan heb je dus hier een aantal suggesties waarmee je ook zou kunnen bezighouden. Dat kun je wel van de website plukken als het erop gezet wordt. En tenslotte de moraal. Want ja, ik word er nog een beetje in de 19e eeuw en toen moesten de verhalen nog een moraal hebben. De biodiversiteit is net als een veelkoppig fabeldier. Bij elke fabel past de vraag over welke biodiversiteit heb je het eigenlijk en hoe tel je die? Goed, dat was ik wat ik te zeggen had. Ik geloof dat het net moest.